dagvertellingen. De dagen van Chantal zitten vol avonturen. Of de zon nu schijnt, of zich achter de wolken verstopt, er is altijd iets te beleven. Overdag beleeft Chantal van alles. Of de zon nu schijnt, of het verstek lukt gewoon, er is altijd wat te beleven. Ja, het heel bijzondere van dit boek is dat het half Twents, half Nederlands is. Want de Twents willen ze ook op de basisscholen en op de middelbare scholen willen ze dat promoten. Het is dus een boek wat deels Twents en deels Nederlands is. En het is, er staan elke keer prachtige platen bij en die zijn van u zelf, hè? Die heb ik zelf inderdaad met olieverf geschilderd. En wat ik het leuke vind, ze willen dat Twents ook op de basisscholen promoten. En dan ga ik dus naar de scholen toe. En dan ga ik een stukje voorlezen, eerst in het Nederlands, daarna in de Twents. En dan neem ik ook een paar schilderijen mee, zodat ze dat zelf kunnen voelen, hoe het geschilderd is. Dus er is een heleboel dingen bij elkaar. En dat boek, dat is uitgegeven door een speciale uitgeverij? Ja, dat is uitgegeven door de Twentse Mediagroep. En dat wordt gesubsidieerd. En daardoor is het dus nou redelijk betaalbaar. Bij Broekhuis, maar ook in, niet alleen in Almelo, maar ook in Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Nou, het boek gaat dus over mijn oudste kleindochter. En die maakt overdag iets mee met dieren. Ze snapt daar helemaal niets van. En dan 's nachts nodigen die dieren haar uit om bij hun omgeving te zien hoe ze zich daar gedragen. Ja, maar de verhalen overdag die kloppen. Dat heeft ze inderdaad echt meegemaakt. Maar 's nachts droomt ze daarover. En dan ziet ze dan dat de dieren echt ja, van alles meemaken. Allemaal zelf bedacht. En door, Thea Kroese, werd ik gepromoot om daar het boek uit te geven. Het moet standaard Twents zijn. Maar wat het belangrijkste is, ik wil dus graag de kinderen, vooral van de lagere school, kennis laten maken met het Twents, zodat ze het wel kunnen begrijpen. Maar om het zelf te spreken, dat is niet de bedoeling. Verpleegsters in een verzorgingshuis, die kunnen allemaal Twents, zodat die mensen dus nog in het Twents zich verstaanbaar kunnen maken. Dat is leuk, precies. Maar het belangrijkste vind ik dat iedereen eigenlijk het Twents kan verstaan.